Zo, hallo, daar ben ik weer. Vandaag is het maandag. En op het menu vandaag heb ik zuurkoolstamppot met een worstje. En wat ik in de boodschappenshop nog vergeten was, is dat ik op voorraad sowieso nog een zakje stamppot krijg dat voor de zuurkool. Die heb ik hier doorheen gedaan. Een bekertje melk erbij. En voorbij mijn worstje vind ik het nog wel eens lekker om een beetje mosterd erbij te doen. Dus dat is het voor vandaag. Maandag zuurkoolstamppot. Tot de volgende. Doei doei. Zo, hallo, daar ben ik weer. Vandaag is het dinsdag en vandaag weer op het nu. Zuurkoolstamppot met jus, mijn worstje, beetje mosterd erbij en natuurlijk mijn bekertje melk weer. En dat is het weer voor vandaag. Dus tot de volgende. Doei doei. Zo, hallo, daar ben ik weer. Vandaag is het woensdag en vandaag op het menu heb ik de Chinese wokgroenten met de sesamwoksaus, noedels en twee zachtgekookte eitjes. Uiteindelijk bleek een zakje wokgroenten toch echt voldoende voor eens een portie. Het is al een grote portie natuurlijk, zoals ik zelf kan zien. Dus ik denk dat ik morgen gewoon lekker brood ga eten. Dat komt ook wel goed. Dan maar een avondje geen warm eten, dus dat maakt mij niet uit. Zolang het maar smaakt, dan is het helemaal goed. Ik zie jullie de volgende keer. Doei! Hallo, daar ben ik weer. Het is vandaag vrijdag, de vette hapdag. Ja hoor, daar is hij dan. Ik heb vandaag airfryer frietjes. En ik heb drie van die kaashapjes van de kwekkenboom en drie van die kiphapjes van kwekkenboom. Super lekker zijn die. Een blikje cola erbij. Sweet chili saus voor beide hapjes vind ik altijd wel lekker. Vooral bij de kaas is die sweet chili erg lekker. Mayonaise. En ik heb satésaus gemaakt. Dus ja, dat is het voor vandaag. Ik wens jullie alvast allemaal een heel fijn weekend. En tot de volgende. Doei! Hallo, daar ben ik weer. Vandaag is het zondag. Ik zou eigenlijk gisteren hier al mee beginnen. Maar dat kwam wat tussen. Dus heb ik gezellig met iemand anders gegeten. Maar vandaag op het menu in ieder geval een lekker bekje. Dit keer uit de airfryer in plaats van de oven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Gekookte aardappeltjes weer met mijn eiprutje en sla door elkaar geprakt. Ik weet het, het ziet er niet appetijtelijk uit. Maar het is lekker. Ja. Een bekertje melk erbij. En voorbij de lekker bek heb ik nog remoulade die ik erbij wil doen. Dus ja, dat is het voor vandaag. Ik zeg tot de volgende. Doei doeg!